Ga je mij even opschieten? Schrik je daarvan? De volgende is voor jou. Doe dat ding. Blijf staan, blijf staan. Je wilt toch zo graag weten hoe het voelt om de dood in de ogen te kijken? Nou, die vraag kun je nu zelf beantwoorden. Het enige verschil tussen jou en mij is, hè? Ik heb het overleefd.